Ik ben Monica Trist, ik ben geboren en getogen in Vlaanderen, maar ben hier ook naar de universiteit gegaan en daarna ben ik gaan reizen de wereld rond en heel veel ervaringen opgedaan. En zo uiteindelijk via alle mogelijke sociale bewegingen ben ik dan in de feministische beweging in de Verenigde Staten terechtgekomen. En dat was voor mij een echte openbaring. Ik heb daar ongelooflijk veel dingen geleerd en gedaan. En eigenlijk veranderde de hele wereld voor mij. En de basis daarvoor was eigenlijk het gevoel van rechtvaardigheid. Wij kunnen echt opkomen voor rechtvaardigheid, want er is heel veel onrecht in de wereld. Te beginnen bij onszelf, vrouwen en mannen. Onderling die verhoudingen bestuderen als machtsverhoudingen. Maar in de rest van de wereld zijn er ook heel veel vormen van onrecht. En eigenlijk moeten we daartegen ten strijde gaan. Heel concreet was dat toen de zwarte beweging, de oorlog in Vietnam. Dus we namen eigenlijk deel als vrouwen aan al die sociale bewegingen tegelijkertijd.